Nou, dat wordt waarschijnlijk net na de WK. Willen we meteen eigenlijk doorstoten met een nieuwe single. En dan ja, gewoon afwachten hoe het allemaal gaat verlopen allemaal. Hoe gaat die heten? Ja. Krijg nog door. Je wilt er niet zeggen dat je het bent vergeten? Nee. Nee, maar we zijn nog aan het twijfelen. Ik heb nog een nummer liggen namelijk. En ik weet nog niet wat de single wordt. Of we dat nummer nog eerst op gaan nemen of dat we deze echt aan gaan brengen. Ik denk dat het wel gaat gebeuren, maar tot die tijd wil ik het nog even stil houden. Peter, dit klinkt als een creatieve bui waar je ze uit je mouw schudt. Nou ja, er zijn wel mensen flink aan het schrijven geweest voor me. Dus wat dat betreft ja, ben ik alleen maar blij. Heb jij het ooit rustig, Peter? Als ik slaap. Voor de rest niet. Zoveel? Ja, een beetje stemmetje ook een beetje naar de... Je hebt er een woord voor. Gallemietje. Het eindigt op Oten. Nou, ik moet zeggen, dat is, op dit moment is het echt een... ja, een behoorlijke drukke periode. Dus wat dat betreft, daar markeert niks aan. Ik ben heel tevreden op dit moment. Lekker werken. En ben net terug uit Spanje vandaan een paar dagen. Dus ik heb, ja, een lekkere tijd eigenlijk. Heerlijk.